Lange Frans, hij heeft gisteren een prijs gewonnen. Ik zei het gewoon mezelf. Hij heeft gisteren een prijs. Gods. Frans. Hij heeft gisteren een prijs gewonnen. Hij heeft gisteren een prijs. Jezus. Volgens mij heeft hij gisteren een prijs gewonnen, of niet? Ja, hij heeft kiezenkraag gewonnen. Goed. In voor de weekend. Carnavalseditie van 22 februari 2020. Welkom. Leuk dat je erbij bent. Dat moest ik even zeggen. Ja. Nieuwe muziek, hè? Het is een beetje een rommeltje vandaag. Het is een beetje een rommeltje. Inderdaad, de hele studio ligt vol met confetti en met bier. Waarom heb je bier over mijn tafel gegooid, Rick? Ja. Het is helemaal echt helemaal... Ga ik even een mixdrankje maken, maar ja. ik maak straks een mixdrankje wel, oké? Ja, vooruit waar. Okay. We gaan even kijken naar nieuwe muziek. Dat doen we natuurlijk elke week. Deze week doen we dat even op een andere manier, want we gaan het hebben over nieuwe carnavalsmuziek. En nieuwe carnavalsmuziek, daarmee bedoel ik dan carnavalsmuziek die dit jaar is uitgekomen. Één ervan, en eigenlijk in mijn ogen toch ook wel een van de grootste carnavalshits van dit moment, is degene die we net hebben gehoord van Lamme Frans, Handjes, Handjes, Bloemetjes, Gordijn. Ja, echt één van de best inderdaad. Ja, hij heeft een nieuwe machine gekocht, de Carna Plus 2020. En die maakt zelf carnavalsmuziek. Hij heeft een liedje gemaakt met zo'n 20 oude carnavalshits van onder andere Deurzakkers, Vader Abraham, Chef Soldaat, Snollebollekus. Snollebollekus. Volle Bolkus, zoals hij ze noemt. maar wat ook leuk is, die Lamme Frans, dat is natuurlijk Rob Jansen van de radio en ook van tv, Lucky 13. Die heeft ook onder een andere naam... Excuus. Ja, dat kan er wel allemaal kunnen. Die heeft ook onder een andere naam nog een carnavalsnummer gemaakt. Namelijk onder de naam Rob van de Radio. Dat heeft hij samen gedaan met ceremoniemeester Mark. En die ceremoniemeester Mark, die kreeg heel vaak te horen dat hij leek op James Corden. Die man van Carpool Karaoke. Oh, is hij dat? Ja. Oh, is hij? Ja, oh, niet... Nee, maar van die video inderdaad. Helemaal viraal is gegaan. Ja, dat heb ik dus gehoord. Oh, ik wist niet dat hij dat was, hoor. Maar goed, ze hebben ook een hele leuke carpool karaoke. Of een carnaval karaoke. Carpool, weet ik veel hoe dat heet. Carpool. Carnaval ook of zo. Carnaval ook, ja. Die hebben ze gemaakt, moet je even op YouTube checken. Dit nummer is, hebben ze samen gemaakt. Die is op 14 februari pas uitgekomen. Dus kort voor de carnaval. En het is op de melodie van Memories van Maroon 5. En hij heet Gat in mijn caravan. Mijn buurman, u kent hem nog wel. Die trok dus bij mij aan de bel en die zei: hé, er zit een gat in je caravan. In je caravan zit een gat. Ik zei toen: dat is toch niet waar? Maar toen keek ik er zelf eens naar en wat bleek: ja, er zit een gat in mijn caravan. In mijn caravan, in mijn caravan zit een gat. Oké! Okay. Ja, ik vind hem hartstikke leuk. Ja, leuk is dit gewoon inderdaad. Gewoon weer goed in elkaar. Dat is echt typisch is voor Rob, Lamme Frans. Ja. Noemt allemaal maar op. En ook Gerst. Gerst, dat is het begonnen. Inderdaad. Ja, klopt. 2012, ja. Het lijkt je thuis. Ik laat je thuis achter het vooruit. Ik wil het wel even kort houden, deze keer de nieuwe muziek. Want we kunnen natuurlijk ik loop vast. Ik heb er vastlopen. We kunnen dus in een treur over carnavalsmuziek praten. Gaan we niet doen. Maar ik heb wel het idee, ook al ben ik niet helemaal van de carnaval, dat op dit moment wel twee carnavalsartiesten zijn die het altijd een beetje met elkaar concurreren. Die samen aan de top staan. Ja, klopt. Ja. Dat zijn dus Lamme Frans en ook Vieze Jack. Ik vind dat hij ook altijd hele goede nummers maakt. Dit jaar kwam hij met De Hut Verbouwen. Die hebben we net al gehoord. Maar laten we nog heel even naar een fragmentje luisteren. Gera, wat vind jij hier eigenlijk van? Van deze muziek? Ja. Okay, ja, laat weet maar. Je, ik vind het echt leuk met carnaval. Ja. Als je in zo'n tent staat of weet ik veel wat, dan vind ik het echt wel leuk, dit soort muziek. Maar normaal, ik zou er echt niet naar luisteren. Maar op de radio vind je helemaal niks. In dat rustig gaan we niet draaien, maar... Maar nee. Als jij moet kiezen... Ik ben echt ziek aan het worden, gast. Sorry. Ja. Als jij moet kiezen tussen Lamme Frans, die je net gehoord hebt, of Vieze Jack, die je net dus als laatste hebt gehoord. De laatste, ja. Oké. Okay. Echt waar? Vind je Lamme Frans niet... Ja, die vind ik ook leuk. Dus met die handjes? Ja, ja. Ook. Ja, ik vind het gewoon leuk voor carnaval, maar voor de rest niet. Maar ga je wel eens naar... Kijk, als jij bent natuurlijk veel te vinden in Griekenland. Als je naar een club gaat of zo, daar ergens. Hoor je dan ook wel eens van dat soort muziek? Ik heb namelijk... Ik heb nou eens een keertje Snollebollekes geïnterviewd.
En die draaide toen in Portugal gewoon, weet je wel. Dus het kan allemaal. Hoor je dat in Griekenland ook nee, een beetje? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Hoe zeg je springen onder je in Grieks? Wat? Laat maar zitten. Even serieus, hoe zeg je springen dat? Springen onder je. Ja. Ja, maar non de jus is natuurlijk niet echt spijtig vertalen. Nee, precies. Nou, je hebt toch non en jus, heb je toch? Wat is nee. Wat, jawel, je hebt non. Wat is een non? Springen potverdorie. Een scheldwoord. Een scheldwoord. Een scheldwoord? Ja, een plaatselijk scheldwoord dan. Koroa. Oh nee, dat is... Ik moet verdieping nee, Malakka. Malakka is een scheldwoord. En wat springen? Pidau. Pilau Malakka. Pidau. Maar pidau betekent ook neuken. Nou, het is carnaval. Nou, leuke nonnen hier inderdaad. En ja, en Alpen, zusjes is daar ook een woord maar voor. Wacht, even wachten. Dus als je in het Grieks zegt dat je gaat, dan zeg je dus eigenlijk van, we gaan lekker springen. Ja? Echt? Ja, echt. Okay. Dat gaan we onthouden met carnaval de komende dagen. Als ze roepen, springen, dan denken wij, Oké, okay, we gaan even naar de dicties. Oké, okay, en hoe zeg je Alpen, de Alpen, de Bergen? Is dat er een speciaal woord voor? Nee, weet je niet. Alpes, weet ik Alpes veel. En zusjes, je zus, maar dan meerdere. Adervia, Adervi. Alpes, Adervia, ja, zoiets. Ik dacht dat er een intro in zat. Nee, helaas. Waarom gaat het altijd fout bij mij? Maar ik denk wel... Dat we nu al deze vieze woorden even terug het klooster in moeten. Ja. Like prayer. And it feels like a shoe. So drink from me, drink from me. Let me show you on a sense so high, so high. Let me show you across the